Een planning cooperation report met betrekking tot de relatie tussen Suriname en de Chinese ontwikkelingsbank, CDB, is op zaterdag 7 oktober gepresenteerd en overhandigd aan minister Gilmer Hoefdraad van Financiën. Het rapport is opgesteld door de Chinese bank en is overhandigd door CDB-commissaris Internationale Coöperatie, Du Xisheng. En hij deed dat in bijzijn van zijn collega's Yuan Ying en Zhou Lei en de commerciële counselor van de Chinese ambassade in Suriname, Ma Yingli. In het rapport wordt de huidige samenwerking tussen Suriname en China belicht en worden de mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van dit partnerschap voorgesteld. De prioriteitssectoren hierbij zijn transport, infrastructuur, hernieuwbare energie, de agrarische sector, bosbouw en mijnbouw. In het rapport wordt bij de analyse van de sectoren ook aandacht besteed aan de nodige omgevingsfactoren, waaronder wetgeving, de beschikbaarheid van benodigd kader en technologie, als ook potentiële investeerders. Er worden voorstellen gedaan voor het uitvoeren van pilotprojecten binnen de sectoren die moeten leiden tot de grotere samenwerkingsprogramma's. Het rapport kwam tot stand na een ontmoeting in 2013 tussen president Desi Bouterse en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping. Toen was ook een overeenkomst tussen het Surinaams ministerie van Financiën en de China Development Bank getekend.